Samen zijn wij sterk. Dames en heren, hartelijk welkom bij jullie favoriete kookshow op YouTube. Koken met Roelie. Na het daverende succes van de eerste aflevering, waren heel veel mensen die zeiden, ga koken met Koen. Ja? Waarom zouden ze dat zeggen? Ja, ik heb geen idee. Jij houdt van koken. Ik hou van koken. Vooral als iemand anders het voor je doet. Ja. Maar mensen, dankjewel voor de support op de vorige aflevering. Vond het fantastisch. Leuk, ja? Echt ja, maar het allerleukste, naast alle advertentieinkomsten, weergave en nieuwe abonnees, dus je kan ook nog steeds abonneren. Je kan. Vind ik dat mensen oprecht het gerecht hadden nagemaakt en hadden gestuurd naar mij op Instagram. Koken je abonnees? Ja. Oh, mijn abonnees zijn allemaal 10. Nee. Ik denk dat ik oprecht niet overdrijf wat ik zeg, dat over de periode van de afgelopen week echt wel 100 mensen... Echt? Ja, en Rob ook, hè. Je had die dingen met die Doritos. Nee, schnitzels. En vandaag gaan wij iets maken wat jij ook heel lekker vindt. En ik heb zoals altijd weer een biertje gekocht. Oh, lekker! Dat past bij het gerecht. Oké. Okay. En mensen, je kan nog steeds vragen of je mij kan sponsoren. We zijn druk bezig met biermerken, maar... Ze willen meer dan één aflevering zien. Oh. Dus blijf doorgaan met abonneren en met liken en alles. Want voor je het weet, kunnen we pas echt een kookshow doen met assistentes en iemand die zelf boodschappen doet, zodat ik niet met een mondkapje door de Albert Heijn hoef te lopen. Zo! Peroni! Een heerlijke Peroni! Oh, lekker! En waar komt dat vandaan? Italië! Ja, dat staat er ook op. Wij gaan en... Ik denk lasagne. Maar niet zomaar lasagne. Wat dan? Vegetarische lasagne. Ja, maar het voordeel is wel, dat is ook voor de mensen die nu moeilijk gaan lopen doen. Flikker er lekker gehakt in als je het niet vegetarisch doet. Zullen wij dat ook doen? Ja. Het belangrijkste ja? van... Nee, we gaan niet. Het belangrijkste van dit recept is de extra die ik erbij maak. En ik weet dat jij dat ook heel erg lekker vindt. Ga je echt die dingen zelf maken? Die bladen ook? Nee, die bladen niet. Oh. Ik heb iets nieuws bedacht. Mozzarella. Mozzarella discs. Discs. In plakjes. Discs. Panieren met beschuit. Het wordt fantastisch. Mozzarella mensen, nogmaals, discs. Een blauw duimpje zou top zijn. Vergeet niet om te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Laat ook in de reacties even achter wat ik de volgende keer moet koken. Met wie ik de volgende keer moet koken. Nou, dit is niet helemaal goed hoor. Hij is wel open. Maar deze is open. Dat is een cadeautje. Chante! Wat gaat er allemaal in de lasagne? Je hebt lasagnebladen. Wat vind je ervan? Van? Peroni. Smeren. Ja, we gaan niet te veel reclame maken. Hey, zal ik jou vertellen? Ja. Ik heb denk ik een week geleden lasagne gemaakt. Oké. Okay. En hoe heb je dat gedaan? Nou ja, mijn vriendin heeft het gemaakt. Ik heb ernaast staan. Mama. Wat een drama. Zo, mini-man. Oh, jij hebt de kleine piemel. Ik heb nu de kleine piemel. Hoe mooi is die? Echt serieus. En het allerfijnste aan deze aflevering van Koken met Roelie is dat onze vaatwasser het weer doet. Dus ja. Ik het niet met hand of af te wassen. Heerlijk. Shout-out naar Stanley. Hé, maar waarom heb je drie grote en één kleine? Omdat die twee kleine, die zijn voor bij de lasagne. Oh, dat is zo lekker. Ik ben zo'n groot fan van mozzarella. Echt niet normaal. Ja. Maar wacht maar tot je mijn zelfbedachte mozzarella discs. Discs. Die heb ik zelf bedacht, want de rest is gewoon van internet genakt. Hé, wat zijn dit? Gegrilde rode paprika. Ja. De eerste stap is het snijden van de courgette en het snijden van de uitjes en de knoflook. De courgette mag gewassen worden en gesneden worden. Het uitje ook. Nee! Kutzooi! Kutzooi! Goed, uitjes gesnipperd. De courgette die wordt geschild. Ik denk dat het eigenlijk inderdaad wel genoeg is zoveel. Wat wij nu gaan doen, Koen... Is dit genoeg? Ja, ik denk dus het wel. Dus deze is zo weg. In deze video gaan wij niet met groenten gooien. Sorry. Nee, wat wij gaan doen is, wij gaan de courgette grillen. Maar we hebben geen grillpan, want bij de inductie, ons grillpan die werkt hier op de inductie. Dus ik heb de grill van Rob gepakt. Tosti ijzer grill. Wij zeggen tosti ijzer, hij zegt grill. Dus laten we nu voor dit keer zeggen dat het een grill is, omdat we het zelf ook nodig hebben. Die smeer je een beetje in met olijfolie. We pakken een kwassie en een heel klein beetje olie erop, want dat wordt vanzelf wat groter. Lekker smeren, lekker kliederen, lekker kwasteneren, zoals Rob dat in de vorige aflevering goed zei. Je moet ook nog een woord van de dag verzinnen. De vorige keer was dat karakteristiek en kwasteneren. En ik moet nu ook wel verzinnen. Je mag iets verzinnen. Maar goed, die courgette die leggen we gewoon lekker op die grill. Het is een tosti-apparaat. Het is een grill in dit geval. Nee, het is een tosti-apparaat. Het is een grill! Knoflookie. Het mooie bij een knoflookie is... Twee teentjes. We hoeven niet te zoenen vanavond. Nee, nou. Het mooie bij een knoflookie is, heel veel mensen die tellen hem. Eigenlijk hoeft dat niet als jij een knoflookpers hebt. Dan kun je hem gewoon met dingen en al erin stoppen. Echt? Dan blijft het over. Ik haal wel het dingetje eraf. Kijk, zit er nu helemaal in. What the fuck? Hoppakeetje. Wat zie ik, joh? En wat blijft er dan over als je hem weer opentrekt? Het velletje. What the fuck? Dit kan allemaal rustig. In de prullenbak. De uitjes in de pan. Je mag even het peper en het zout pakken. Op gevoel doe je het echt. Ja, denk ik ernaast op geur. Nee, het was goed. Bak jij de champignons maar trouwens? Hè? Allemaal erin? Ja, flikker er allemaal in. Nog een beetje olie erin. En dan ga ik ondertussen. Ik heb een beetje veel olie, denk ik. Ah, dat is lekker, vind ik lekker.
En dan ga ik ondertussen beginnen aan het volgende onderdeel. En het volgende onderdeel is een creatie van mij. Want jullie kennen mozzarella sticks misschien wel, van die mozzarella stengels. Maar wat nou? Het ruikt hier zo erg naar knoflook. Ga niet zo janken. Wat nou als je dat doet in de vorm van een schijfje? Kijk, je kan tegen iemand zeggen, je hebt het wiel uitgevonden. Maar iemand die een vierkant wiel uit had gevonden, dat is gewoon iets heel aparts. Het is los van elkaar. Dus dit is mijn uitvinding. We hebben hier heerlijk beschuit. Dit mag jij. Stampen. Echt kapot stampen. Echt kapot stampen hier. Met Stampeneren. We hebben hier een diepvrieszakje. Daar doen we het in. En dan met het vlees aan. Oh, is dit een mozzarella? Ja. Wil je een schijf hier? Ja. Ik heb dit de vorige keer uitgelegd. Nee. Mijn hart. Maar de kip. Zeg wat Rob dacht, heb ik dat ooit verteld? Nee. Dat als je een ei... Nee. Ja, ik zweer het. Dat als je hem lang laat liggen... Dat er dan een kuik uitkomt. Nee. Ja, ik zweer het. Nee, je niet. Ja, hij zei meteen, gast, what the fuck, ben je een fucking begon? Zei van, ja, het was meteen van, nee. Maar hij dacht het echt even, ik maak geen fatten. En Rob, als je dit ziet en je gaat dit ontkennen, dan ben je fucking nep, want je hebt het zeker gezegd. Maar zijn dit de famous mozzarella discs? Dit zijn de famous mozzarella discs. De discs. Dan haal je een mozzarella discs. Nee, één enkelvoud. Hou je even door het ei heen. Even goed. Ik kan me niet voor dat dit lekker wordt, maar dat zal best. Zo, je wordt even lekker gepaneerd hoor hier. Volgens mij moet het ook nog door het bloem heen. Dus ik moet even bloem openmaken. Ja, dat moet als eerst door het bloem heen, maar dat ben ik gewoon vergeten. Dan leggen we die mozzarella discs allemaal in. Dan door het ei heen. Dan door het beschuit. Goed randjes. En dan is hij heerlijk. Hey Rob, kom eens. Ik heb een vraag. Dacht jij dat als je eieren gewoon liet voor wat het was? Dit is zo'n onzin. Nee, dat heb je zeker gezegd! Dit is weer zo'n leugen van. Nee. Helemaal uit verband. En ik weet nog wat je gaat zeggen, dat er dan een kuik uitkomt. Ja, weet je het wel. Ja, omdat jij dat 100 keer daarna nog tegen mij hebt gezegd, terwijl ik dat nooit zo heb gezegd. De volgende stap is nu het uitje en de knoflook lekker zijn gaan fruiten. Zo heet dat, fruiten. Fruiten. De tomatenpuree erbij. En even 2 minuten meebakken. Ondertussen zijn de champignons het ook goed aan doen. Hoeven echt niet heel lang meer. Maar het is wel lekker als ze gewoon een beetje doorbakken zijn. Voor de mensen die mozzarella heel mooi kunnen snijden, heb ik echt heel veel respect voor. Het is één kwalitatieve summa. Breathe me in. We brengen de saus ook op smaak met wat Italiaanse kruiden. En wat peper en wat zout. En ook dat, zoals eigenlijk met alles het geval is, doe ik op gevoel. Ik bestrooi het eigenlijk zodat het bijna overal op de bovenkant in die pan wat ligt. Dan gaan wij ondertussen beginnen met het bouwen van de lasagne, daadwerkelijk. Heel klein beetje olie. Ook weer lekker kwastineren. En waarom doe je dit? Je vet hem een beetje in, zodat van de zijkanten afgaat, zodat het niet blijft plakken. Heb je echt heel weinig olie voor nodig. En geloof me, als ik dat zeg, heb je er weinig olie voor nodig. Want ik gebruik normaal gesproken heel veel olie. Ook wil ik nog eventjes rectificeren dat ik in de vorige video zei dat kokosolie goed voor je was. Ik heb een bericht gekregen van een diëtiste die zei, oh, in een hele kleine mate is het goed voor je. Maar als je het veel gebruikt, is het zeer zeker niet goed voor je. Dus Groene Mat, die hebben dat voor me weggeflikkerd. Net als alle andere sausen. Net als alle andere dingen in de koelkast. We beginnen de lasagne met wat saus. Die laat ik heel even op een hoge stand even koken. Even koken, ja. Dan doe je een heel klein beetje saus overheen. Uh-huh, en dan? Champignons, een heel klein beetje. Ja. Dan bladeren, saus, mozzarella. Oh, die paprika's heb ik. Olijven. Courgette hebben we. Olijven stond niet bij het recept, heb ik weer zelf toegevoegd. Maar het lijkt me lekker als je dat gewoon af en toe eentje ervan... Eentje. Af en toe eentje. Eentje. Per laag één. Tot prinses op de ert. Heel klein beetje. Ja, maar echt een klein beetje. Ja, heel goed jongen. Ho. Je knoeit. Schoon niet om het een beetje te verdelen, want als je het verdeelt, dan is het pas echt een laagje. Dan wat champignons erbij. Ook dat zijn de ontwrichtende gevolgen van corona. Toen a.k.a. Koning thuis bezorgd en nu zitten je ouders thuis bezorgd. Leer koken, wat doe je stoer nou? Je onderbroek lijkt op een oerwoud. Hey Koen, waarom spend je zoveel? Hey Koen, soms een biertje te veel. Je mocht in mijn bed was toen nat. Had je gekotst of geplast? Je zag net even, terwijl de persconferentie keken, een compilatie van hoe de lasagne is gemaakt. Laagje saus, champignons eroverheen, bladeren, courgette, olijf, paprika, mozzarella. Dat is wel lekker. Ja, het is helemaal top. Het laatste touch. Wil jij dat doen? Ja, koude voor kaas. Ik ga alle kaas. Ja, als jij dat wil, jongen. Het is jouw lasagne. Dat is waar. Aangezien we geen vlees erin hebben, omdat er vegetarische mensen kijken, doen we wel gewoon veel kaas. Dus voor de veganistische mensen, die gaan nu alsnog jank. Ja, maar daar zit de mozzarella ook in en zo, hè. Godverdomme, lijkt wel een nauwe kut. Zo! De cheese is oozing. Zo, dat is veel kaas. Dat is echt fucking veel kaas. Dan doe je nu een beetje verspreiden. Oké, nou de oven in. 45 minuten op 220 graden. Over 45 minuten.
Koentje. Ja? Ik wil niet zeggen dat het er lekker uitziet. Goh, godverdomme. Het hoeft echt nog maar heel even. Het ding is wel dat het nog heel lang moet afkoelen, want anders brand je je bek er weer aan. De mozzarella discs schijven. Koud. Ja. Wat wij niet hebben gedaan, maar wat eigenlijk wel moet, is ze moeten eigenlijk wel 2 uur in de vriezer van tevoren. Oh. Want als ze dan bevroren zijn en doe je ze erin, wordt de buitenkant knapperig, terwijl de binnenkant ontdooit. Dus de kans is dat ze smelten. Oké, maar dan zien we het allemaal weer. Ik doe het in de airfryer, want dan gaat het wat harder. Okay. Dus misschien als je het dan doet, wat is een cadeautje? Huppakee. Dus vanaf nu tafel dekken en dan klaarzetten en dan gaan we het meemaken. Ik ben benieuwd, met name naar de... Lasagne. De gasten zitten er al. De sletjes van vandaag. Koen, wil jij presteren aan onze gasten op We have here a lovely en heerlijke groente lasagne. Hoe? Zeg nou wat erin zit. Kaas, mozzarella, plakken, een paar olijfjes. Kaas, echt perfect. Veel kaas. En aubergine, banaan, halve banaan, niet te veel. Kuikens, want die kunnen namelijk uit je eieren komen. Ik weet niet. Hey. Ik weet niet of het krokant is, maar zeer zeker niet krokant. Dit had nog wel langer gekund. Ik dacht dat die kaas aan het smelten was. Ik ben wel lekker. Ja, maar ze kunnen nog wel langer. Dit ziet er echt heel goed uit. Ik word wel eens wat elke keer verwend als jij deze video's opneemt. Dat is wel echt een voordeel. Zo. Dit is een flink kwart. Lukt dit? Oh, dat gaat open. Zo, wat een steam. Flunk. Zo, deze is mooi. Time to span. Het ziet er echt goed uit. Het ruikt ook echt lekker. Lekker. Echt lekker. Dit is wel lekker, hè? Dat in ieder geval dit zo lekker zou zijn zonder gehakt. Je mist het niet. En het is dus fucking gezond. Behalve de kaas. Maar goed, mensen. Sorry. Een blauw duimpje zou fijn zijn. Vergeet niet om te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Koen, hartelijk bedankt voor het meedoen. Dankjewel, mijn mogeloem. Bedankt voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter. Het recept is helaas niet wel... weet ik niet, de beschrijving, de boei. En stuur foto's op Instagram als je het hebt gemaakt. Ook weer naar Rob, want dat vond hij zo leuk ervoor. Ik vond het wel leuk. Mensen.